De verdachte, die toen hij het filmpje maakte onder de naam Snapking werkte, kwam vandaag niet opdagen in de rechtbank. En ook zijn advocaat, die gisteren pas werd ingehuurd, verscheen niet op de zitting. Frustrerend, vinden de ouders van het slachtoffer. Ja, dat is, vind ik wel heel triest. En niet alleen voor ons, maar zeker voor Jeroen. Want die maakte zich heel erg zenuwachtig voor deze zaak. Hij had eerst gezegd, ik wil er niet bij zijn. Maar heeft toch gezegd van, ja, ik vind het toch belangrijk om er te zijn. Om te zeggen dat ik dit niet leuk vind. En ja, nu is het wel heel erg jammer dat dit nu weer niet doorgaat. Het filmpje waar het allemaal om gaat duurt slechts 9 seconden. Maar die 9 seconden hebben nog steeds een grote impact op het leven van het slachtoffer. Ja, hij is er heel erg door gekwetst. Hij is ook, hij heeft een beetje het vertrouwen in mensen is die daardoor kwijtgeraakt. Hij vindt het ook heel lastig op zijn werk als mensen bij hem in de buurt komen met een telefoon. Want hij bang is dat er weer een filmpje gemaakt wordt. Hij is dus, het filmpje gaat dus weer rond. Hij heeft vorige week is er een klant geweest in de winkel waar hij werkt. En daar is het, hem het filmpje onder de neus gedrukt. Dus hij was weer helemaal van slag en boos en verdrietig. Dus het heeft enorm veel impact op hem. De ouders van het slachtoffer willen niet alleen dat de maker van het filmpje door de rechtbank gestraft wordt. Ze willen meer. We willen bereiken dat dit voorkomen wordt. Dat dit soort filmpjes door dit soort figuren niet meer online geplaatst mag worden. Om mensen met een beperking daartegen te beschermen. En we hopen dat de rechter daar uitspraak over doet dat dit niet kan. En dat dit niet mag in de Nederlandse samenleving. Dat mensen met een beperking als amusement rondgaan op het internet. En voor veel mensen zal dit een kleine zaak wezen. Maar het is geen kleine zaak, het is een hele grote zaak. Ook richting de mensen met een beperking. En ja, ja. Vooral als ouders zijn ook.